Hanneke Peters en Freek Stijman. Terug op het stek in Gerp. Vliegen gaat sneller als een rally naar Dakar. Ik heb jullie het laatst mogen spreken in Fes in Marokko. Daarna zijn jullie afgezakt het zuiden van Fes in. Maar ook nog even door de sneeuw geploegd, heb ik begrepen. Ja, in Marokko lag heel wat sneeuw, 1,5 meter ongeveer. Ja, dat was een hele mooie ervaring om daar doorheen te rijden. En we hebben daar wel een aantal auto's moeten helpen. En ja, het is gewoon heel mooi om te zien hoe de natuur verandert. Van 1,5 meter sneeuw, daarna weer in het groen en dan weer in de woestijn. Dus dat is heel erg mooi. Hoe is het om in de sneeuw te rijden en daarna in het zand van de woestijn? Is daar verschil tussen? Nou, het lijkt ernstig veel op elkaar. Het is allebei een beetje onbetrouwbaar natuurlijk. Maar ja, het vergt beide. Vergt het uiterste van zowel bestuurder als van voertuig. Hoeveel auto's van het totaal van 24 hebben uiteindelijk Dakar gehaald? Eentje heeft het niet gehaald. De rest heeft het allemaal gehaald. Inclusief ook de twee motoren. Dus, ja. Maar een van de motorrijders is, heb ik gelezen, verongelukt. Nou, verongelukt. Die heeft zijn voet gebroken. Die is over de motor heen geslagen toen hij in het zand reed. En, maar ja, die is gewoon nog meegegaan. Meegereden in de auto. En om de beurt heeft iemand anders heeft de motor bereden. Freek, een van de meest, ik zou bijna zeggen, dramatische ervaringen in jouw ogen. Wat was dat? Dramatisch? Nou, dat klinkt alsof het slecht moet zijn. Nou, ja, ik denk dat het motorongeval, dat was natuurlijk niet prettig om mee te maken. Voor het hele team niet. Het achterlaten van een van de voertuigen was ook niet prettig. Hoe kwam dat? Een technische storing die niet meer op te lossen was. Dus niet meer te repareren. We hebben gaandeweg in de hele rally hebben we van alles nog wat moeten repareren. Aan allerlei auto's, versnellingsbakken kapot, koppelingen, we moeten wisselen, wielophangingen, etc. Maar deze storing was niet meer te repareren, dus die auto hebben we achter moeten laten in Mauritanië. Hoe hebben jullie die problemen weten op te lossen? Met eigen middelen of waren er ook monteurs onderweg? Nou, er waren geen monteurs in de zin van dat de organisatie s'avonds keurig netjes een monteur klaar had staan. Dus alles was gebaseerd op zelfredzaamheid van de teams. Eigen kennis en kunde en materialen en gereedschappen. En wat daar niet voorhanden was, dat hebben we lokaal min of meer in moeten kopen bij ja, de meest vreemdsoortige monteurs, smederijen, lokale kennis en kunde bij de bevolking. En die was er dus? Ja, die was er in alle soorten en maten, met de meest opmerkelijke oplossingen. Hele creatieve oplossingen waar wij hier in Nederland 1, 2, 3 niet stil bij zouden staan. Dat vonden ze heel normaal om van drie verschillende onderdelen één werkend onderdeel aan elkaar te lassen. Wat dan uiteindelijk ook nog bleek te functioneren ook. Hanneke, de grensovergangen, hoe ging dat? Nou, dat verliep niet altijd even soepel. De grensovergang met Mauritanië-Senegal, dat duurde ongeveer 6,5 uur voordat alles rond was. In Gambia ging het gelukkig heel wat sneller. Maar op het eind bij Mauritanië-Senegal, toen hebben een aantal challengers het ook overgenomen van de douane. Zodat het allemaal een beetje sneller verliep, het stempelen. En, ja. Ook corruptie? Nou, ik heb het idee dat het woord corruptie daar zo'n beetje uitgevonden is. Met talloze controles onderweg. Soms om de 3-4 kilometer was er een controle. Waarbij je allerlei documenten moest overhandigen. Maar aan de grenzen is het voor iedere handeling die daar moest gebeuren. Dat ging altijd gepaard met een bepaald bedrag. In euro's uiteraard. Voor het uitreizende land moest betaald worden. Voor een stempel moest betaald worden. Voor het passeren van een stukje weg moest betaald worden. Voor de community waar je op dat moment stond moest ook betaald worden. Voor het inreizen moest betaald worden. Dus men is daar uiterst creatief om jou daar de euro's uit de zak te kloppen. Maar jullie gingen erheen voor een goed doel. Hadden jullie nog wel wat geld over voor het goede doel? Nou, we hebben er wel rekening mee gehouden. Want de organisatie vertelde wel een beetje hoe het allemaal in elkaar zat. En dat we rekening moesten houden met geld wat we daar heel wat af moesten geven. Maar dus we hadden gelukkig genoeg geld. En ja, we hebben ook nog best een mooi bedrag over om ook nog aan het goede doel te geven. Waaronder bij ons dan het ziekenhuisje en het andere team, het waterproject. Het andere team heeft de auto geveild. Jullie hebben de auto overhandigd. Wat heeft die auto opgebracht? Nou, die auto heeft, dat was de absolute topstuk van de veiling. Die heeft ongeveer 5.500 euro opgebracht.
Waarbij het gemiddelde van alle andere voertuigen zo'n beetje tussen de pak een beetje 1200 en 1600 euro lag. Dus dat was absoluut een klapper. Totaal van de veiling, weet je dat bedrag? Ja, 47.500 euro heeft alles in totaal opgebracht. Hebben jullie nog wat euro's over voor de rest van het project? Al onze sponsoren die hebben ons goed bedacht. Waarbij wij in eerste instantie dus de auto hebben aan kunnen schaffen. En alle operationele kosten hebben kunnen betalen voor het totaal. Dus tot en met de overhandiging in Gambia is dat allemaal achter de rug en klaar. En wat we nu nog over hebben op de rekening. We hadden een co-team zoals je weet. Nou, daar gaat de helft van naar het co-team. Althans naar het doel van het co-team. En dat is inderdaad het Cantora waterproject. En de andere 50% die nu over is. Gaat naar de ontvanger van ons voertuig. Om daar de operationele kosten van ons voertuig voor de komende jaren. Zowel in brandstofkosten als in reparatie onderhoudkosten. Voor zover die zich voor gaan doen om die af te dekken. Zou je het toch een keer doen, Hanneke? Na alle ontberingen die jullie toch ook hebben doorstaan? Ik zou het absoluut weer doen. Ik denk niet dezelfde challenge, maar misschien een andere challenge. Siberië-route of zo. Maar ja, ik vind het echt een aanrader en ik zou het zeker doen. Heiligt het goede doel de middelen? Ja, denk het wel. Absoluut.